Een wandelingetje naar de oude binnenstad of een lekker stukje fietsen. Het zit er voor de 88-jarige mevrouw van der Klis niet meer in. Maar met deze bril op kan ze haar geliefde stadje toch bezoeken. Nou zie je gelijk alles weer. Ik moet ook om je heen kijken. Ja, je ziet het hartstikke mooi. Ja, ik vind het heel leuk. Mevrouw van der Klis heeft een virtual reality bril op. En al fietsend baant ze zich een weg door virtueel oude water. Bij mijn huis. Ja, bij je oude huis. Bij mijn huis, die heb ik altijd gewoond. Ja, in de slijterij, in Oostendorp. En dan gaan we naar de Heksenwagen en dan gaan we op de markt. Oh, we kunnen wel even gaan zitten, hè? De techniek van virtual reality bestaat al een tijdje, maar is vooral de laatste jaren steeds geavanceerder geworden. Wat onze VR-fietsrit zo bijzonder maakt, is dat we eigenlijk stereoscopische 3D-beelden helemaal om je heen projecteren. Dus je hebt echt het gevoel dat je er bent. En je wordt echt verplaatst naar de stad. En dat is wel het verschil. En je kan omhoog kijken naar het zonnetje, je kan naar de keitjes kijken in de straat. En je kan ook stoppen om in de etalage links van je te kijken of rechts. En dat zorgt voor een levensechte ervaring. Ik wil bij het water vandaan. Ik vind het doodeng bij het water. Eigenlijk zou mevrouw van der Klis natuurlijk gewoon naar de stad gereden moeten worden. Volgens het verpleeghuis gebeurt dat ook. En dient de 3D-tour dan ook niet als vervanging voor een echte wandeling. Het is geen bezuiniging, maar het is een prachtige aanvulling in deze mooie digitale tijd. Ik zit nou bij de kroeg hier zo. Misschien zie ik al een bekende. Na een half uurtje bewegen is het voor mevrouw van der Klis wel genoeg geweest. Ja, dan bent u. God, wat een zaligheid dat ik hier ben. Oh, ik vind het zo eng, joh, daar bij dat water. Ja, bij dat water, ja. Het is tijd voor de lunch. Er blijven altijd dingen namelijk die alleen in de echte wereld mogelijk zijn.